afgestemd om te kijken met wie ik aan tafel zit. En ondanks het regenweer heb ik dan twee voetbalkanjers hier bij mij aan tafel. En ja, aan deze kant hebben we niemand minder dan Miguel Shepherd. Hem horen we altijd tijdens de wedstrijden van de Suriname Main. Zit dit niet alles goed met jou? Ondanks ik naar hier moest varen, kunnen we stellen dat het nu wel beter gaat. En het is weer SML Talk na een weekend vol voetbal. Gaan we nu weer lekker een beetje overkletsen. En aan deze kant hebben we dan ja, een special guest. Ik zei het al, voetbal kan je, maar hem zien we dan op het veld is namelijk de speler van voorwaarts, Joao Bengel. Alles goed met jou? Ja, gaat wel heel goed. En voelt het, hoe voelt het aan om hier aan tafel te zitten met ons? Ja, het is een eer voor mij. En ja, ik ben er helemaal klaar voor. Hij is er helemaal klaar voor, daarom gaan we dan direct van start met de takeaways voor vanavond. De eerste takeaway van vanavond hebben we dan ja, de man die hier naast mij zit, Joao Bengel. De smaakmaker van voorwaarts. We zien daar de topscorer van voorwaarts met 7 SML goals. Tweede takeaway gaat dan over zijn ploeg voorwaarts. Voorwaarts schudt PVV van zich af, want voorwaarts won de laatste wedstrijd binnen de speelronde 17 met een winst van 2-0. En daar zien we Notch strijd tot de laatste momenten. Dat was namelijk de wedstrijd Notch tegen Transvaal. Om te beginnen bij jou, Joao. Kijk, natuurlijk nodigen we spelers hier uit zodat zij niet alleen over hun team kunnen praten, maar ook nog over hunzelf. En voordat we praten over voorwaarts, Joao, Bengel van voorwaarts. Waar is de liefde voor voetbal begonnen? Zo, om te beginnen, ik was 8 jaar en ja, een vriend van me die al bij voorwaarts zat, heeft me naar daar gebracht. Hij heeft me gevraagd of ik wil voetballen, omdat hij zag dat ik kan voetballen natuurlijk. Dus hij heeft me gevraagd, wil je spelen? Ik ben toen gebracht. Toen ben ik gegaan en ik trainde mee en ja, ik werd zeg maar ingeschreven bij de selectie en ik begon bij Unie. En zo ging het verder, waardoor ik mezelf gaan ontwikkelen door de jaren. En vanaf het begin heb je dus voor voorwaarts gevoetbald, ja, niet voor andere ploegen? Alleen voor voorwaarts. Alleen voor voorwaarts? Ja, en alleen in de hoofdklasse. Vorig jaar ben ik even zeg maar, op vakantie gegaan, om het zo te zeggen. Maar ik ben nu terug. En voor wie heb je dan toen gespeeld? Voor Leo Victor, was ik toen bij Leo Victor. Ja. Oké, dus voorwaarts is echt je... Ja, voorwaarts. Daar voel je echt thuis. Voorwaarts. Maar natuurlijk weten we dat elke voetballer hoogte en minpunten heeft binnen hun voetbalcarrière. Wat waren jouw hoogtepunten? Want ja, je hebt niet alleen voor voorwaarts gespeeld, maar je bent ook uitgekomen voor de nationale selectie. Ja, dat ook. Zeg maar, minpunten. Dat ik, toen ik in de eerste klasse zat, voorwaarts was aan... Een paar jaren geleden gedegradeerd, was ik in de eerste klasse en ik had echt alle vertrouwen dat jaar dat we zeg maar, naar de hoofdklasse zouden promoveren. Maar door een paar punten na is het niet gelukt en ja, ik was toen nog jong en een beetje emotie overgenomen. En ik was echt verdrietig die week, maar dat was echt mijn minpunt, want ik zag het gewoon zitten van we gaan naar de hoofdklasse dit jaar. En 2 jaren daarna is het wel gelukt, dus dat wel. Maar dat was echt een van mijn minpunten. En van mijn hoogtepunten, laat maar zien. Ja, voor de nationale selectie uitkomen. De senioren nationale selectie. Ja, wat voor lessen heb je daar geleerd? Want ja, dat is weer een uit voor je land. Oké, het is een ander, zeg maar, manier van voetballen. Je bent in het buitenland, je bent ver van huis. Geen van die Surinaamse spelers. Je speelt tegen heel andere spelers, dus het is een andere cultuur een beetje om het zo te zeggen. Dus dat soort dingen, je gaat een beetje volwassen moeten voetballen. Dat soort dingen, je hebt voetballen en volwassen voetballen. Dus daar ga je heel anders moeten denken van wanneer doe je dit, wanneer doe je dit niet. Dus je beslissingen op het veld zijn heel anders, dus dat heb ik geleerd. En wat vind jij van Joao Bengel tot nu toe?
als speler? Sowieso een goede speler. Een van de beste, of misschien wel de beste bij voorwaarts. En draait een lekker seizoen. Dus ja, ik denk dat hij sowieso een van de drapers is. En ik ben wel echt benieuwd naar hoe het zit binnen de ploeg. Ja, en misschien dat je ook vragen voor hem hebt. Hem niet dus, zeker wel. Je sprak daarnet over je transfer. Hoe is dat tot stand gekomen? Want je bent je hele carrière bij voorwaarts. Je gaat dan een verjaartje naar Leo Victor. En wat gebeurt daarna? Fragment je, kom je weer naar voorwaarts? Of heb je zelf die keuze gemaakt? Wat is gebeurd? Dat ik aangaf, ik ging op vakantie. Dus ik heb met mijn trainer, ik heb netjes met hem gesproken van ik ga even een nieuwe uitdaging aan. Maar ik kom 100% terug naar huis. Dus als ik mijn kind ging aan, dat ik even mijn dingen ga doen. Ik heb hem niet gezegd hoe lang het gaat duren dat ik wegbleef, maar ja, het heeft een jaar te geduren en ik ben gegaan en direct teruggekomen. Dus dat zou mijn volgende vraag zijn. Was het de bedoeling om naar hier? Nee, dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Het was wel de bedoeling om terug te komen, maar het was niet de bedoeling om binnen een jaar terug. En had je gedacht dat nadat je een jaartje weg bent gebleven, terug bent gekomen bij voorwaarts, dat je nu zo'n drager zou zijn binnen de ploeg? Een drager. Ja, ik ga niet zeggen een drager, die naam, daar zou ik het niet geven, maar wel een belangrijke rol binnen de ploeg. Dat wel, want ja, ik weet hoe voorwaarts speel, cultuur, alles. Dus het is gewoon thuis, om het zo te zeggen. Dus dat wist ik wel. Maar die drager wist ik dat niet. Oké, waar vind je dat je het beste in de voeten komt? En dan praat ik over je positie op het veld. Links aan de buitenkant, ik zie je rechts, ik zie je soms op nummer 10. Waar voel jij je het meest thuis? Zo, dat is een moeilijke vraag, maar ja, ik ga het makkelijk maken. Eigenlijk op 10. Eigenlijk wil ik op 10 spelen, maar ja, de trainer heeft ook voor het zeggen. Dus hij heeft me liever op links. Dus vandaar dat hij me vaak op links zet. Soms wil hij een beetje meer stootkracht naar voren, waardoor hij me op 10 zet. Dat we een beetje aanvallen weer in de spullen. Dus vandaar. Ja, en gesproken, als we nog even praten over Leo Victor. We zien dat Leo Victor momenteel heel veel bengels heeft. Hè? En een van die bengels is dus je broertje. Hoe is het dan hoe is het om tegen hem te spelen? Zo. We praten vaak met elkaar als we tegen elkaar gaan uitkomen. Dus we gaan hem meestal bellen van hier en die, want ik ben wel ready. Dus ik zeg ook, maar wanneer we praten over voetbal, is het niet, hij is diegene die er niet praat soms. Van oké, want hij wil uitdagen toch, van oké, we gaan dit en dit doen. Ik zeg, oké, nu dat ding, we zien het wel. Dus ik ben echt degene die praat als we praten over voetbal. Ik zeg hem met kleine woorden, zeg ik hem, oké, ik zie je morgen. En dan weet hij precies wat ik bedoel, van ik ga je sowieso afmaken, dus hoe maar praat je veel. Dus, maar was het altijd zo, sinds kleins af? Ja, sinds kleins af was het altijd zo. Altijd zo geweest. Hij is degene die praat van, ik ga dit met je doen. Ik zeg, oké, succes. Dan mag je een bluf maken, Andra. Mooi. Terug naar voorwaarts. Met wie schiet je het best op binnen de groep? Oh, met wie schiet ik het best op? Ik heb sowieso een van die spelers. Mm-hmm. Dat is Guido van die Elskamp. Omdat hij los van voorwaarts, is hij ook gewoon mijn vriend. Dus buiten voorwaarts is hij ook een vriend van me. Dus Guido van die Elskamp. Ik heb een Albert Nipte, want ik heb ook met hem gevoetbald bij Leo Victor. En daarvoor kenden we elkaar al. Je hebt Punelinga, want hij was ook, voordat ik van voorwaarts ging, was hij linksback. We hadden een band op die lijn, dus we spraken vaak los van voetbal. Spraken we daarna ook met elkaar van, hey, we hebben een sterke wedstrijd, we gaan dit doen en dit. Dus die band, nu heb ik ook een band met bepaalde andere spelers, maar die namen die ik heb genoemd, zijn echt die spelers met wie ik kan zeggen van, met hun heb ik een aparte band. En dan op het veld, heb je met diezelfde mannen de beste verstandhouding? Op het veld? Om eerlijk te zijn op het veld, dan ga ik twee namen noemen. Dan gaat het om Albert Lopte en Toshiro Adensigwa. Met hun is het meer kijken naar elkaar en ze weten wat ik wil. Of hun kijken naar mij en ik weet precies wat ze willen. Dus met die twee. Heeft dat ook geresulteerd dat je momenteel 7 doelpunten hebt weten te maken voor voorwaarts? Ja, om eerlijk te zijn, ja. En hoe ervaar je de Suriname Major League momenteel? Tot nu toe.
Het is nieuw. Het is nieuw van mij, maar het gaat nog steeds om voetbal, dus ik doe mijn ding. Ik doe mijn ding en ja, we zijn momenteel op de vierde plaats gesproken over voorwaarts, zijn we op de vierde plaats. En het is niet slecht, dus ja, we blijven doen wat we moeten doen. En het is tot zover goed uitgekomen, want we staan op de vierde dus. En de vierde gaat naar de play-off dus. Dat is het. Ja, maar jullie weten dat net achter jullie Inter Mugatapu staat. Inter Mugatapu strijd ook om binnen de top 4 te komen. Ja, dat klopt. Hoe gaan jullie dan met die druk om? Ik ga niet zeggen dat het een druk is. Het is wat je zegt, het is strijd. Als je wil winnen, ga je strijd leveren. Die mannen doen een ding, wij doen ons ding. Je moet zorgen dat je blijft winnen om in de top 4 te blijven. Inter Mugatapu heeft heel goede spelers. Heel goede spelers. We hebben ook heel goede spelers. We trainen hard. We zetten onze, zeg maar, onze manier van spelen zetten we om in winst. En na onze winst praten we erover. Wat hebben we fout gedaan, zodat we elke wedstrijd beter kunnen worden. En dat is niet echt een druk voor mij, maar we trainen gewoon om succes te boeken. Dat is het. En waar zie jij jezelf dan over enkele jaren met voetbal? Over enkele jaren? Ja. Gewoon niet meer zo jong, meer die jongen van 20 jaar en zo. Maar over enkele jaren, ik wil heel graag kampioen worden met voorwaarts. Dat is het. In de hoofdklasse. Eerste klasse heb ik al kampioen. Mijn eerste jaar dat ik begonnen met voetbal. Dat ik ben begonnen met voetbal. 15 ook. Maar met voorwaarts hoofdklasse heb ik nog geen kampioen gehad, dus dat wil ik heel graag. En laten we dan nu even terugblikken op de doelpunten van Joel Pengel. Wat vond jij zelf van zijn spel tijdens al die wedstrijden? Zoals ik het daarnet afgaf, zeker een van de trekkers. Ik gebruik het woordje draver. Hij is een beetje schuw, wil dat niet zetten. Maar je ziet wel dat het een bepalende speler is. Heel vaak trekt hij het naar zich toe. En hij is ook heel erg bepalend voor de club. Ja, nu mogen we dan genieten van de goals. En daar hebben we de duizend van Joel Pengel. Hoe doe je wanneer je zo'n doelpunt maakt, Joel? Het gaat om het moment hoor. Het gaat om het moment. Soms denk ik van oké, geen celebreen. En dan weer. Maar het is niet nieuw toch, dus vandaar. En je bent dan ook de specialist bij de ploeg van voorwaarts als het komt op vrije trappen, hoekschoppen, strafschoppen. Train je erop? Hoeveel tijd besteed je eraan? Ik train niet meer zo vaak erop. Ik heb ooit eens wel erop getraind, maar niet meer zo vaak, want het is, ja, het is van automatisch, dus vandaar. Dan laten we nog nu even doorgenieten van de laatste doelpunten van Joel Pengel. Zo meteen gaan we verder met takeaway 2. Bij zulke ballen, denk je er echt over na? Of wat in je opkomt, dat doe je dan gewoon? Want je hebt spitsen in soorten, toch? Ja. Je hebt spitsen die heel veel nadenken. Of van tevoren weten ze, als ik zo'n kans krijg, ga ik dit ermee doen. Maar hoe doe jij dat? Speel je erop in op de manier hoe de verdediging staat? Of doe je gewoon wat in jou opkomt? Ik probeer naar elke wedstrijd te kijken om spelers te analyseren. En als ik een speler bekijk, dan weet ik van oké, als ik zo'n bal heb, gaat die speler zo op me afkomen. Dus voordat die speler op me afkomt, dan probeer ik aan de hand daarvan om de sleutel te maken. Het lijkt alsof je bij elke andere doelpunt een ander celebration hebt. En ze nu denkt u er over na, ik weet niet of het moet. Wat was dat? Dat is een moment. Dan maakt hij je ogen en je oren. Dat doe ik een klaar. En dat was Joel Pengel van voorwaarts. We hebben hem hier aan tafel gekregen. Maar sowieso kijken we naar uit wat hij nog meer op het veld kan doen.
De tweede takeaway gaat dan namelijk over het team van Joel Pengel. En dat is voorwaarts. Voorwaarts schudt PVV van zich af. Nou, Miljoen, wat bedoelen we daarmee? Voor die wedstrijd denk ik dat heel veel mensen PVV echt een kans hadden gegeven. Tenminste 50-50. En om te zien dat voorwaarts die wedstrijd gewoon met 2-0 wint. Dat zegt dat genoeg over de ploeg van voorwaarts, over hun drive momenteel. En ja, ook over hem, want hij was weer belangrijk. Precies, hij was weer belangrijk omdat hij weer een doelpunt heeft gemaakt tijdens die wedstrijd. Niet alleen jij, maar je hebt het samen gemaakt met Spelen Libretto. Hoe heb jij die wedstrijd ervaren, Joel? Eerste kwartier was het een wedstrijd met een gelijk opgaande strijd. Daarna gaande de wedstrijd, dan zagen we die minpunten van hun. Daarop zijn we gaan werken. En tijdens de ruzie heeft de trainer ons ook een beetje aangesproken van dit beter doen en dat blijven doen. Dus op die manier hebben we het geen wijze omgezet. Laten we dan direct kijken naar de doelpunten van die wedstrijd. En hier heb je dan voorwaarts tegen PVV in het SZ Stadion. Dit is dus de aanval van de ploeg van PVV. Geschoten vanuit de tweede lijn. En hun keeper doet het ook wel goed, hè? Jullie keeper. Ja. Hij is echt op dreef. Houdt nu ook al een aantal weken gewoon de nul. En ja, hij staat er gewoon wanneer hij er moet zijn. PVV best wel sterk in de eerste helft. En daar zien we ook nog coach Panka. En dit is een hoekschop van Pengel. En dat is weer een assist. Wat we praten over je 7 goals, maar je hebt ook een aantal assists, hè? Ja, dat ook. Zijn dat een van je, is dat een van je sterkste punten om een assist te geven? Dat is eigenlijk mijn sterkste punt. Zo? Ja. Hou je het bij? Op hoeveel sta je nu? Het assist? Ja. Dat hou ik niet bij. Ik hield mijn doelpunten eigenlijk ook niet bij. Maar ja, de afgelopen 3 wedstrijden heb ik het wel gedaan. En zo weet ik over het meer. Ja, dit is ook weer iets, hè? Want deze maak je met je rechterbeen. Ja, dus heel veel verdedigers denken altijd van, ah, Pengel is links, dus we gaan hem dwingen en drukken op zijn linkerbeen. Maar nu kap je naar je rechterbeen en bam, keeper is verslapen. Iedereen gaat van de bank af om die celebration samen met het team te doen. Maar jij gaf ook aan dat je met beide benen eigenlijk dat alles kan. Vertel daarover. Mijn sterkste been is links. Maar ik ben meer bezig met rechts. Dat is eigenlijk moet ik dit niet zeggen, want dan gaan we niet meer. Maar ik ben meer bezig met links. Ik schiet met links, want dat is mijn sterkste been. Maar ik ben meer bezig met rechts met de bal. Dat is een soort van afleiding voor de tegenstander, zodat je denkt. Het is een beetje daar binnen achter. Ik weet niet met die laste been die ook hier af. Ja, fijn. Laste man, wat is voor die? Ja, en PVV had dus helemaal geen antwoord daarom. Maar wat vond jij zelf van het spel? Dus van PVV, aan de kant van PVV. Ze hebben geprobeerd. Hij heeft het ook aangekeken, goed geanalyseerd. Het was een wedstrijd gelijk opgaand. De winst kwam in principe naar beide kanten. Maar PVV heeft eerst de betere kansen gehad. Die hebben ze niet genomen. En daarna zijn ze afgestraft door voorwaarts. En wat waren de sleutelstrategieën die het verschil hebben gemaakt in deze wedstrijd? Ik vond voorwaarts heel erg goed in de omschakeling. En in wat voorwaarts ook wel goed doet, door de speelmomenten. Ze scoren uit hoekschoppen, ze kunnen scoren uit vrije trappen, strafschoppen missen ze niet. En dan is hij weer de verantwoordelijke. Wat heb je daarop te zeggen? Ja, in de vorige wedstrijd had ik pas een strafschop dat ik wel had gemist. Maar ik had die spelers ook wel hoofd. Ik heb iets goed te maken. En toen ik dat had gemist, heb ik wel een bal gescoord en dan wordt toch 1-0 gewonnen. En na de wedstrijd heb ik ze ook gezegd, ik heb het nog niet goed gemaakt. En na die wedstrijd van PV, toen ik heb gescoord, heb ik ze gezegd, ik zei jullie, ik moest iets goed maken. Dit is het. Dus dat. Je hebt de celebration. Ja, ik had ze gezegd. Met een goal en een assist. Ja. Precies. En ze hebben de wedstrijd gewonnen. Ze zijn momenteel nog steeds in de top 4. Maar wat betekent dit voor ons? Moeten ze behouden. Ze weten waar het in principe om gaat. De eerste 4 plaatsen zijn dus voor de playoffs. En het wordt de eerste playoffs. Eerst de SML en ik denk dat ieder deze op zijn naam wil schrijven. Dus het momentje behoort tot de beste 4 heb je een kans. En je moet jezelf die kans dus niet wegnemen. En als ze zo doorgaan, komt ze dan eigenlijk uit die vertraanspannen? Ja. Zo, hoe kijk je daar naar uit?
ja, ik spring misschien een beetje te ver. Maar natuurlijk wil ik weten, aangezien ik het nu aan tafel heb, mocht het zijn dat dan zo blijft, hoe kijk je daar naar uit? Over die wedstrijd daar. Het is sowieso. Sowieso heb ik het hier ergens hangen, maar. We kijken naar wedstrijden. Wedstrijd na wedstrijd. En ik weet dat ik dit weekend. Flora. Dus Transvaal. Als je die vraag wil stellen, mag je volgen hoe weer wil ik. Dan geef ik eigenlijk dan nu en dat Flora. En dan gaat dat op Flora. Hey, gesproken over Transvaal. Transvaal had dus ook een. Wedstrijd tijdens speelronde 17, maar zij speelde dan tegen Notch. En dan gaan we direct overstappen naar takeaway 3. Notch strijdt tot de laatste minuten. We hebben het zelf gezien tijdens die wedstrijd. Voordat we hun meningen aan tafel krijgen, laten we dan direct overstappen naar de highlights van die wedstrijd. En het was ook nog een wedstrijd nummer 1 tegen de nummer 2, Amigui. Ja, klopt. Transvaal weer met heel veel kansen. Een beetje fenomeen van Transvaal dit seizoen. En hier toch wel een prachtige redding van de jeugdige doelman Tumisa onder de lat bij de ploeg van Notch. Wel mooi wat de ploeg van Notch aan het doen is. Met zoveel jeugdspelers komen ze dus optreden. En die jongens laten het helemaal niet afweten. Hier weer een goede kans voor Lalani Toy met een wippertje over Tumisa. Maar naast het doel hier een van de topschutters Abai. Ook raken links naast het doel. Dus weer heel veel kaas op het Transvaal. En dat kwam ze later wel van kal te staan. En als we even praten over Transvaal, zien we dat een paar basisspelers missen. En die zijn dus Serginho Deira, Boy en ook nog Renum. Die hebben dus niet meegedaan in de wedstrijd tegen Notch. Het was een heel ander achterhoede voor Transvaal. We hadden een middenvelder Eduard daarachter staan. Ze hebben het niet onverdienstelijk gedaan. Maar op zulke momenten kon je dan wel zien dat de belangrijke pilaren er niet stonden. En de manier hoe trainer Mannen dit alles heeft opgepakt, wat vind jij daarvan? Hij heeft het gedaan met de mannen die hij ter beschikking had. Het zag er niet zo smooth uit als normaal. Maar ze hebben dus voor 87 minuten wel de nul kunnen houden. Op den duur wist Notch dan toch het net te vinden in minuut 88. En als we kijken hoe dat gebeurt, dan zie je dat Hekbert tegen Dap aanschiet. En hij is helemaal verslaafd. Jammer. Maar er was wel druk van de ploeg van Notch op het doel van Transvaal. Dus onverdiend was het niet. Ja, en heb jij ook naar die wedstrijd gekeken? Want het was best wel een spannende wedstrijd. De nummer 1 tegen de nummer 2. Wat vond je van het samenspel van het teams? Ja, ik heb gekeken naar die wedstrijd. Ik was nog daar. Het was ook een gelijk opgaande strijd. Begin van die wedstrijd was er veel dreiging van Transvaal. Transvaal is sowieso een ploeg die dit seizoen met veel diepte op die flanken en zo. Dus als je tegen zulke ploeg speelt, moet je genoeg rugdekking hebben, want die mannen gaan constant diep, Transvaal zowel Notch, dus we moeten kijken met zulke man. En hoe zou jij zelf reageren op de acties van de Notch? Want zij hebben degelijk gespeeld tijdens de wedstrijd. Ja, ten diep gaan. Ik heb keiharde verdedigers die daarop kunnen inschatten in hun toevallig die aanvaller, maar ik kan ook niet helpen, maar ik heb wel verdedigers die hoe werk doen daar zo achter. En we zien dat de Notch nu vaker speelt met de jeugdspelers. Wat voor een bijdrage voor de CT tijdens het spel? Het is al zo, vanaf het begin van het seizoen spelen ze met een aantal van deze jongens. Afgelopen speelronde was er misschien één of twee erbij, met de keeper erbij. Maar over het grootste deel hebben ze jongens als Panza, Robinho Pinas, Matrix, zijn allemaal U20 voetballers. Dus het is geweldig dat deze jongens al zo vroeg mee kunnen. En ik denk dat dit wel een geweldig plan is van Notch. Want over enkele jaren, als deze jongens dan de piek gaan bereiken, dan hebben ze wel echt een sterke ploeg op de been. Ja, want vanaf U20 spelen ze al met de senioren. Maar gesproken over jeugdspelers, hoe reageren jullie als voorwaarts daarop? Ja, als het gaat om jeugdspelers. Yes.
Wij hebben wel een paar jeugdspelers bij ons die meelopen. Genoeg zelfs. Maar ja, de trainer heeft een ding die hij neerzet elk weekend. En ik denk dat de trainer zijn ding doet, hij weet precies wat hij doet. Dus hij kiest natuurlijk voor de beste. En momenteel hebben we een winning team. Momenteel hebben we een winning team, dus ja, en voor het change een winning team. Dus ik denk niet dat hij iemand gaat inschakelen om de jeugdspelers te zijn. Maar ze lopen wel allemaal mee en ze hebben ook hun kansen gehad. Vanaf het begin van de competitie hebben we al een paar gebruikt. Eerste ronde van PVV ook. 2-1-0 hebben we gewonnen, heeft de jeugdspeler gescoord. Dus ze krijgen wel hun kansen, ze lopen mee, dus ze krijgen hun kans. Deze wedstrijd is dus geëindigd op 1-1, maar wat betekent dit resultaat voor beide teams, Nick? Ja, vertrouwensvol niet zo veel. Ik denk dat ze gewoon in een goede running willen blijven. Niet willen verliezen en zo die play-offs willen benaderen. Notch staat in principe best goed om het zo aan te geven. Ze moeten niet slabakken. En dan blijven ze ook gewoon binnen die top 4. Dus ja, heel veel betekent het niet voor ze, denk ik. Maar het komend weekend moeten ze beide weer terug naar winnen. Ja, en gesproken over de top 4. Ja, we hebben gesproken over voorwaarts, transfer en ook nog Notch. Maar wat we nu dat ook nog een wedstrijd. Zij speelde dan tegen Brokkie. Laten we kijken naar de highlights. Ja, weer een overwinning voor Robinwood Mingel. 3-1. Ja. En we zullen weten te winnen van Brokkie. Het is toch niet zo gemakkelijk gegaan als ze dachten. Ze kwamen wel heel vroeg op een 1-0 voorsprong. Doelpunt van Cairo. Die weet het net langzamerhand weer te vinden. Ja, Brokkie had het moeilijk. Brokkie had maar één reservespeler op de bank. Dus ze moesten heel lang tegenhouden. Ik denk dat het zelfs een van de beste wedstrijden is geweest van de ploeg van Brokkie. Maar jammer genoeg konden ze het niet 90 minuten lang volhouden. Als je ziet dat ze in minuut 73 een gelijkmaker inschieten, denk je, ja, nog een kwartiertje, het moet misschien wel lukken. Maar Richters en Singo die Kromme hebben het dus bepaald. Richters en Cairo. Nee, Singo die Kromme was de man. Cairo scoort wel in de eerste helft, maar kost dat de assist van Singo. Singo heeft hem op Richters en Richters schiet hem dus in. Zoal, jij hebt intussen al tegen beide teams gespeeld. Wat vind jij van hun strategie op het spel? Over Robinut gesproken. Robinut moet het hebben van ja, jongens als Jamilio Richters, Andro, ook al Cairo. Je hebt een stadionbeurig die zijn doelpunt ook meepakt met zijn invoud. Zijn een goed team, zijn jongens die weten te voetballen. Dus zijn sowieso een team waarmee je, ja, je moet voorzichtig zijn als je met ze speelt. En je moet een goed plan uitzetten. En dat hebben we al gedaan tegen ze wel. Het is gelukt. En ja, over Brokkie gesproken. Brokkie is een team die nog moet groeien. Als je mij vraagt, is mijn mening. Brokkie moet nog groeien. Maar je ziet wel dat die jongens gewoon nog potentie hebben. Stuk voor stuk kan je ze zien dat ze op gaande die competitie groeien. Want als je kijkt naar zeg maar vorig seizoen, dit seizoen, begin van het seizoen, waren er echt Brokkie verloor gewoon makkelijk wedstrijden. Maar nu is het echt einde van de wedstrijd kan je zien van oké, Robinut gaat Brokkie winnen of voorwaarts gaat Brokkie winnen. Maar begin van de competitie was het echt eerste 30 minuten was het bijna al. Ja, je kon zien wie de winnaar zou zijn van deze wedstrijd. Ja. Maar nu is het echt moeilijk. En die jongens vorderen, ze ontwikkelen zichzelf. Dus ja, het heeft echt tijd nodig naar mijn druk. Heb je dezelfde mening dat Brokkie is gegroeid tijdens deze competitie? Bepaalde spelers wel. Ik denk dat er veel meer speelt bij Brokkie. Organisatorisch is het nog niet wat het wezen moet. Dus ik denk dat ze ook een beetje daaraan moeten gaan sleutelen. En ja, we naderen het eind. Dus ze hebben dan genoeg tijd om een zelfreflectie te doen. Niemand degradeert. Dus zijn we aan de kaas om het komend seizoen dan beter voor de dag te komen. Maar wat hij zegt klopt wel helemaal. Eerste ronde met klinkende cijfers. Als je tegen Brokkie uitkomt, weet je al dat het een bak vol punten wordt. Maar nu moet je wel strijden voor die 3 punten.
Okay, en ja, we hebben gezien dat Cairo weer een doelpunt heeft gemaakt. Ja, we zien dat hij bij de vorige wedstrijd ook een doelpunt maakte. Wat vind jij tot nu toe van zijn spel? Hij moet weer erin komen. Als je ziet hoe hij speelt, dan zie je dat hij een tijdje in principe niet mee verlopen met de ploeg. Maar gaandeweg de wedstrijden komt hij er langzamerhand wel weer in. En voor een spits is het maken van doelpunten belangrijk. Want dat wil zeggen dat je hard werkt aan je zelfvertrouwen. En een spits met zelfvertrouwen die vindt makkelijk het net. Die gaat niet te lang denken, niet te lang aarzelen. En die weet gewoon, en Cairo weet gewoon te scoren. Ja. Dat hebben we gezien. Afgelopen seizoen meer dan 20 goals gemaakt. En dan niet alleen nationaal, maar ook gewoon internationaal. Ja. Dus Cairo is een goede spits. Hij was er een tijdje uit de relatie. Maar nu zie je gewoon dat hij langzamerhand komt hier weer in. En ik denk dat dit wel de juiste moment is voor de ploeg van Robin Hood. Want we naderen het eind. En als hij nu kan pieken, dan heeft Robin Hood wel heel veel aan. Ja, helemaal correct. Maar tijdens die wedstrijd zagen we ook dat een speler Renskar met een blessure uit het spel is gegaan. En het was namelijk wel een hevige blessure, want hij heeft een hersenschudding gekregen. Maar wat denk je dat er nu gaat gebeuren, aangezien hij even on the side is? Hij is best wel de sleutelspeler van Robin. Ja, zeker wel een van de beste bij Robin Hood. Een van de beste in de competitie, als we praten over middenvelders. Maar ik denk dat Robin Hood wel genoeg wapenfeiten heeft om ADP anders te vervangen. Je gaat dan niet krijgen wat ADP je geeft, maar een coach als trainer, geurrector, die weet wel zijn ploeg neer te zetten om dan misschien wel anders te voetballen, maar toch het maximale uit zijn ploeg te halen. En hij heeft wel mannen daar waarmee hij dan anders gaat voetballen, maar Robin Hood wel neer gaat houden. En hoe voel heb jij het ervaren om tegen Renske Adiki te spelen, meer bekend als Kante? Ja, ik had het net over Robin Hood. En ik heb het over het hoofd gezien om zijn naam te heen. Nippy is sowieso een man met 3-4 lammen bijna. Dus ja, maar Nippy, hij is een heel goede speler. Als ik moet bepalen waar ik hem in 5 jaar zie, is hij zo bij een profclub ergens. Maar hij is een heel goede speler. Hij beloopt het heel veld bijna. Je kan die man 1 minuut daar zien, 2 seconden keer je om en hij is vlak naast je. Dus ja, hij is een goede speler. En dat was dus de wedstrijd Brokkie tegen Robin Hood. Laten we nu kijken naar Inter Mouwetap. En ik zei het eigenlijk al, Inter Mouwetap strijdt nu om weer binnen de top 4 te komen. Maar binnen de speelronde 17 namen ze het op tegen Flora. Ja. 2-1 voor Inter Mouwetap. En daar zagen we dan goaltje Steve Castillo-Romeo. Hij was weer aan de gang met jou. Ja, als je Inter Mouwetap zegt, ik denk dat als je het hebt over Inter Mouwetap, de naam Inter Mouwetap kan je Romeo Castillo zijn naam niet weglaten. Deze man altijd weer op de juiste plek. En is weer geen verdediger in de buurt van hem. Ik weet niet hoe hij het doet. Ik denk dat hij misschien wel de bijna zo moet krijgen. Want die man is altijd vrij, maar hij weet gewoon te scoren. En nu zelfs met een puntertje is hij de goalie van Flora dus te maken. Castiel, een echte spits, wordt ook goed gevonden. Ja, dat is echt een puntertje. En wat vind jij van Castiel Romeo, Joël? Castiel Romeo, hij is echt iemand die daar moet staan als ik mijn ballen voortrek. Ja. Zoals je nodig hebt. Ja. Ja, maar dat heeft hij wel goed gezegd. Ik denk dat die twee het zo zouden vinden. Want hij hoort van de assist. Ja. Hij staat altijd. Voor de fort en Castillo is altijd. Hij staat altijd. Er zijn nu 19 goals voor mij. Als met panels was hij nu op 25. En Flora had dus ook nog een doelpunt gemaakt in die wedstrijd. Oh, wat vond jij van hun spel? Flora, ze proberen te voetballen. Dus ze proberen zaken voetballen op te lossen. En dat is wel een grote plus van die ploeg. Ze hebben misschien niet de kwaliteiten van de andere topploegen. Maar je ziet wel dat er een idee achter zit. En je ziet dat ze ook altijd gewoon van achteruit proberen hun aanvallen op te zetten. Door middel van steekpasen of vanuit de flanken kansen proberen te creëren. En zo tot doelpunten proberen te komen. Dus als ze daarop blijven werken, misschien met hier en daar wat versterkingen, is het wel een tegenstander om rekening mee te houden. Ja, dit is nog steeds een winst, maar
Intermolotapo blijft nog steeds buiten de top 4. Wat moeten zij nu doen? Knokken. Ze moeten knokken. Van nu tot naar de laatste wedstrijden. Toen moeten ze wel alle punten pakken. Hetzelfde geldt voor voorwaarts. Dus het gaat letterlijk, ik denk, tussen die twee ploegen. De laatste plekje. Even aan het visseren van Migny. Plekje voor vieren is of voor Inter of voor voorwaarts. Ja, en dat was dus 2-1 voor Inter Movetapu en SV Flora. En hadden we ook nog een laatste wedstrijd. Die werd gespeeld tussen Leeuw-Victor en Inter Wanica. Die wedstrijd is dus gelijk geëindigd. Helaas geen doelpunten. Leeuw-Victor. Staat de momenteel met Leeuw-Victor binnen de competitie? Ook zij groeien. Ik denk niet dat het gaat zoals ze willen. Dat het moet gaan. Omdat het best wel een van de grote namen is binnen ons voetbal. Leeuw-Victor heeft zeker wel een rijke geschiedenis. Behoort in principe wel daarboven te zijn, maar het is een periode, ja, een periode waarbij je kunt stellen dat ze een aantal spelers kwijt zijn geraakt. Eva zit hier, die heeft ze moesten dan vervangen met nieuwe spelers. Een aantal van Transvaal zijn daar naartoe gegaan. Dan praat ik over Linger, de Braziliaan Bruno. En ik denk dat het nog niet helemaal lukt met al deze nieuwe spelers om ze te jellen tot even heel. Wat moet de coach dan doen? Oh, moeilijk om dat van eerlijk te zeggen. Je weet niet wat daar gebeurt. Je ziet wel dat ze proberen er keer op keer weer veranderingen. Ze zijn daar met 3 pengels. Ik zie dat ze allemaal al hebben geprobeerd op het middenveld. Ik zie Ninger nu vanuit de linkerflank spelen, dus ze zijn wel bezig. Ze zijn wel bezig, ik denk dat ze zeker wel hard werken. Maar waaraan het precies ligt, kan ik van hieruit niet zeggen. Ik denk dat ze, ja, één ding wel, ze moeten het net wel gewoon vaker vinden. Want ze creëren wel kansen. Ik denk dat ze meer dan 10 keren al of tegen de lat of tegen de paal hebben geschoten. Dus op het moment dat ze meer gaan scoren, gaan ze dan ook vrijer voetballen. En daaruit gaat het dan wel resultaat komen. Ja, eigenlijk hetzelfde vraag voor jou, Joël, want jij hebt gespeeld voor Leeuw-Victor. Hoe doen ze het momenteel binnen de Suriname Major League? Of ja, wat vind jij van hun prestatie? Ja, nee. Ik vind het onwerkelijk, want ik heb genoeg wedstrijden van ze gevallen. Maar ik zie ze komen vaker in die scoringspositie, maar het doelpunt blijft weg. En dat is het. Als je niet scoort, dan word je geboren. Helemaal correct, weet je. Dat laat me echt denken aan Jamal. Jamal is momenteel niet aan tafel, maar dat is wel iets dat hij altijd zegt. Hoe niet gescoord wordt, geboord. Dat waren dus alle wedstrijden van speelronde 17. Laten we nu direct overstappen naar Team of the Week. Ja, dat blijft eigenlijk spannend, hè. Maar vandaag hebben we 1 Team of the Week. En dat is dan van Miguel Shepherd. Miguel, represented for us. Team of the Week. Ik begin dus weer in het doel. Esperanzi, weer de 0 gehouden. Een paar belangrijke. Laten we beginnen met je formatie. Oké, mijn formatie is een 4-5-1, kan je zeggen. Een beetje heel veel spelers op het middenveld, maar die 2 buitenmannen, daar praat ik over Richters en Apai, die kunnen echt goed aansluiten bij de aanval. Maar omdat we niet echt verdedigende middenvelders hebben, gaan we ze vragen om ook verdedigende taken te vervullen. Dus daar komt het een beetje op neer. Om terug te gaan naar de spelers zelf. Esperanzi staat er weer. Baja, gewoon goed bij voorwaarts. De captain van Leeuw-Victor had een pracht van een partij. Dat is Wilkens. Akinni rest achter bij Robin Hood. Sana heeft het heel goed gedaan bij Transvaal. Op het middenveld hebben we daar 2 centrale / aanvallende middenvelders. Maar ze kunnen ook een beetje mee verdedigen. Dan praat ik over Singo, Dikromo en Nana. Singo, heel belangrijk met de assist op Richters. En Nana, die was dus ook goed bij Inter Movetapo. Ik heb Pengel op 10 gezet, waar hij graag staat. Weer belangrijk voor voorwaarts, weer een goal en een assist. Richters, de man bij Robin Hood, wat een pracht van een goal. En dan praat ik over die eerste. Die tweede was een intikkertje. Apai heeft de verdediging van Notch de hele avond bezig gehouden. Jammer genoeg maar 1 doelpunt, maar dat ook wel weer eens een belangrijke goal. En ja, Castiel die staat er dan weer. Hij doet het gewoon week in, week uit als een commandant. Helemaal correct, nou Joel. Je ziet dat je ook nog in het team van Mickey bent, hè. Wat vind je dan van je
je teamgenoten dan in zijn team? Ja, maar ja. Ja, net wat ik zei, ik heb keiharde verdedigers achterin. Als ik een team of die week moest maken, zou ik sowieso mijn hele verheden heen zetten. Dat gaat niet gebeuren, man. Baja is sowieso de man die een beetje stuurt achterin met die opbouw en alles. Dus ja, Espiraas, hij is een ontwikkelharde keeper. Maar niet weet waar, hoe of wat, hij gaat zijn uiterste best doen om voor de crisis te gaan. Dus ja, het is voor het niet. En daar zie je dan dat je samen met Singo speelt. Ja, op die tweede positie. Ja, dat is mijn positie echt. Dat is mijn positie en ja. Ik denk dat ze voor me moeten klaarleggen dat ik links rechts kan schieten. Nee, maar dat was dus de Team of the Week van Miguel Shepherd. Laten we dan direct kijken wat de stand van zaken zijn op de Sunderlays. Ja, want zo is het. Ja, het bleef eigenlijk zo, hè. Transvaal heeft nog steeds een koploper. En zij staan daar met 40 wedstrijdpunten. De roodvoerende formatie Robin Hood staat nu weer op de tweede plaats. Zij staan met 34 wedstrijdpunten. En dan zie je dat ze 9 gewonnen wedstrijden hebben. Not shopping op de derde plaats. En dan daaronder hebben we dan voorwaarts team van Joao Pingel hier aan tafel. Onder voorwaarts hebben we dan Intermoe Tapu staat met de 28 wedstrijdpunten. 2 punten minder voorwaarts. Dus voorwaarts moet blijven oppassen. PVV op de zesde plaats met 23 wedstrijdpunten. Maar je ziet dat ze dus nu 7 verloren wedstrijden hebben. Flora op de zevende plaats met 16 wedstrijdpunten. Leo Victor op de achtste plaats. En dan hebben we Interwanneke en de Hekkensluiter nog steeds broken met 6 punten. Miguel, de standaardlijst is momenteel flink op gang. We zien dat de teams blijven switchen van de positie op de standaardlijst. Dat klopt, maar als je dan mij vraagt met nog 2 wedstrijden te gaan voor al deze ploegen, dan kijken we echt naar de ploegen op plek nummer 4 en nummer 5. Als Notch het even laat liggen, kunnen ze nog in problemen komen. Want de ploeg van Intermoe Tapu zou nu maximaal 6 punten kunnen vergaren. Maar als ik naar Robin Hood hun doelsaldo kijk met de plus 30, dan komt Intermoe Tapu daar helemaal niet in de buurt van. Maar Notch kan het nog even benauwd krijgen. Ja, wanneer jij als speler naar zo'n standaardlijst kijkt, wat komt er op? Trainen en winnen. Trainen en winnen. Ja, dan gaan we direct overstappen naar het schema van speelronde 18. Op de vrijdag hebben we dan voorwaarts tegen Flora. Ja, zij spelen dan om 8 uur. Laten we even wachten op het schema. Ja, voorwaarts tegen Flora. Zij komen dan uit op vrijdag 19 juni. En op de zaterdag hebben we dan Broke tegen Interwanneke om 17:30. En dan om 8 uur Intermoe Tapu tegen Leo Victor. Ja, op de zondag hebben we 2 knallers. PVV tegen Transvaal. De kop lopen nog steeds. En dan een Notch tegen Robin Hood. Los van jouw wedstrijd, hoor, want zo weten we dat jouw focus daarop is. Naar welke wedstrijd kijk jij nog meer naar uit? De wedstrijd van Nos tegen Robin Hood. Niet eens in de Noe Tafu tegen Leo Victor. Ja, het wordt ook een wedstrijd natuurlijk. Maar ja, in de Noe Tafu moet sowieso gaan voor die 3 punten. Ze moeten gewoon gaan. Maar Leo Victor, ik denk, ja, ze hebben niks te verliezen om het zo te zeggen, maar ze gaan gewoon mijn ding komen die een wedstrijd spelen. Maar de wedstrijd die echt waar er focus op is gelegd, ja, heb ik het over een Notch al minuut. Daar jij dezelfde mening, Miguel? Oh, ja, voor hun zeker wel. En nee, het schiet wel uit. Ja, Notch tegen Robin Hood schiet wel uit. Notch tegen Robin Hood is namelijk de nummer 2 tegen de nummer 3. Nou, met het schema zijn we ook nog aan het einde gekomen van deze aflevering, jongens. Ja, ik heb nog een vraag. Oh, zo. Ja, een beetje non-voetbal-related vraag. Binnen die groep, wie is best dressed? Binnen die groep? Ja, eigenlijk moet ik zeggen last van jou, als je dat mag doen. Maar misschien is het toch iemand. Best dressed? Ja. Zo.
Ik heb ook een vraag daarop, aangezien we dan naar de manier. Er zijn geen Het wordt echt klasse. Het kan niet, iedereen kan dit ook niet meer in die post. Omdat er zijn genoeg spelers die bijna hetzelfde stijl hebben. Snap je? Maar als ik nu zeg één speler, dan ga ik zeggen, ja, dat kan. Dan moet doen. Oké. Aangezien jij bij een beste rest bent, kijk, we hebben altijd belhamers in het team. Ja. Mensen die niet luisteren wanneer de coach praat. Nee. Welke mensen zijn die? Wat? Ja, ik wil dat wel weten. Wanneer ik dan kijk naar het spel, ik van, oh! Als mijn teamgenoten kijken, gaan ze sowieso lachen. Als we niet denken bellen dat ze het gaan doorgeven. Ja, dat is het niet links. We trager. Ja, hij is echt niet. Hij luistert, maar dan ook weer niet. Dan gaat hij je gewoon laten merken dat ik niet luister, maar dat wat hij doet, is dat goed uitkomt. Dus dat kan je niet schreeuwen. Dat kan dus goed. Ja, dat kan je wel schreeuwen. Ja, en ja, met de beste dress en de velhanger van Florence zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Mijn naam is Aresine Abna. Ik ben Aresine Ahmad. Aan deze kant hadden we Miguel Shepherd. Ja, onze gast Joel Ptengel. En zoals ik het altijd zeg, kom naar is het stadion om te genieten van Surinaams voetbal. Ja, ik wens jullie een fijne avond verder en ik zie jullie bij speelronde 18.